Hey, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Romana en vandaag weer een nieuwe vintage gerelateerde video. Ik heb echt zoveel vragen in de reacties, in DM's gekregen of ik ooit een stylebox wilde doen. Dit soort stylboxen worden gedaan door stylisten. En ik heb eigenlijk alleen nog maar stylboxen gezien die shoppen bij normale winkels, zeg maar. Dus niet tweedehands winkels. En toen zag ik dus een mailtje van een stylist voorbij komen. Die dus een stylebox voor mij wil maken met tweedehands items. Ik ben zo benieuwd. Maar vooraf moet ik nog een vragenlijst invullen. En dat ga ik eventjes samen met jullie doen. En dan bij het tweede gedeelte van deze video heb ik de box ontvangen. Ik ben zo excited. Ik zal sowieso al haar informatie hieronder in de beschrijving zetten. En dit is haar Instagram account. Laten we de vragen beantwoorden. Ik vind het echt super leuk om dit soort dingen te doen. Zoals jullie weten maak ik heel veel tweedehands gerelateerde video's. En ik wil mensen gewoon echt aansporen om meer te gaan thriften. Omdat 1. Je vindt super leuke en unieke items. De zoektocht is echt super leuk. En als 3. Het is duurzaam. Dus ga vooral lekker thriften. Hoe zou jij je stijl omschrijven in 3 woorden? Ik vind het echt een moeilijke vraag. Mijn stijl is eigenlijk een mix. Comfortabel, zou ik zeggen. Of casual. Is casual een... Casual. Ik ga zeggen casual. Comfy. Maar ik hou ook wel weer van jurken en zo. Dus ik ga toch casual, comfy en girly. Welke kleuren draag je wel en welke kleuren vooral niet? Nou, mijn favoriete kleuren zijn beige. Alles wat beige is. Bruin, zwart, wit en groen. Huppatee, we gaan ervoor. De kleuren die ik vooral niet draag. Rood. Zoals felle kleuren. Rood, et cetera. Kijk, bijvoorbeeld blauw draag ik ook niet zo vaak. Ik heb alleen maar dit item in blauw en nog een item. En that's it. Dus ik ga toch gewoon niet het risico lopen. Dus ik ga eigenlijk voor wat ik heel erg leuk vind. Draag je een van de volgende dingen niet? Streepjes, bloemenprint, polkadot. Ik heb polkadots gedragen, maar nu niet meer. Streepjes. Heb ik wel wat items. Maar vind ik niet altijd leuk. Dus heb je je broek het liefst met een rechte pijp, een strakke pijp, een wijde uitlopende pijp die aan de bovenkant strak zit of een pijp die helemaal wijd is? Ik vind het altijd heel erg nice als broeken zeg maar strak zijn bij je ass en dan bij je bovenbenen ook nog en dat het daarna zo zeg maar wijd uitloopt. Dat is zeg maar flared pants. Wijd uitlopende pijp en mom jeans. Weet niet of dat onder rechte pijp valt of helemaal wijd. Oh mijn god, dit is zo belangrijk. Ik ga het er toch bij zetten. Altijd high waist. Dat is zo belangrijk. Ik draag echt alleen maar high waist broeken. Ik vind het gewoon fijn dat, zeg maar, dat het gewoon Ik weet niet, bij mijn navel. Ik ben ook niet super groot. Dus dan vind ik altijd een high waist broek heel erg mooi. Want dan accentueert het ook je benen. Wat zijn 3 items die je heel graag zou willen ontvangen? Oké, ik wil sowieso een jurk voor de zomer. Blazer? En blazer. We gaan voor de blazer. Huppatee. En een sweater. Wat zijn items die je niet per se hoeft te ontvangen? Ik denk dat ik dan voor de rok ga. Ik hoef ook niet per se een blouseje. En jeans, want jeans zijn echt zo moeilijk. Kun je 3 foto's sturen van outfits die je heel mooi vindt? Bijvoorbeeld iets op Instagram of outfits van een celebrity die je heel erg mooi vindt. Draag je hakken? Ik draag voornamelijk van die boots met hakken. Dus dan ga ik ook gewoon dat schrijven. Zou je een monochromatic look, alles in 1 kleur dragen? Ja. Wat zijn je maten? Schoenmaat 36. Ja, broek is echt altijd lastig, maar eigenlijk altijd de kleinste. Volgens mij is dat 24. De camera viel uit, dus ik weet niet meer wat ik heb gezegd. Hoe denk je over de volgende dingen? Tie-dye, koeienprint, zebraprint, slangenprint, tijgerprint. Ik ben niet erg van de printjes. Sommige staan wel, maar ik zou het zelf niet zo snel kopen.
Ik vind tie-dye de trend op zich best wel leuk, maar dat zou ik ook niet zo snel dragen. Ik ben er eigenlijk allemaal niet zo van, ga ik zeggen, want het is wel zo. Yes or no? Crop tops. Yes. Cowboylaarzen. Nope. Vind ik niks. Trenchcoat. Yes. Dat was het. Dit waren de vragen. Nou, dan zie ik jullie in het volgende deel van de video. Ik denk dat het ongeveer 2 weken gaat duren. Dus ik moet nog wel eventjes wachten. Maar ik ben echt heel erg excited. En tot het tweede deel. Ik heb de box binnen. Oh, ik ben zo benieuwd. En ik heb er hier zoveel zin in. Ik heb ook een mailtje gekregen. Met daarbij als titel: pas openen wanneer je de stylebox hebt. Dus ik denk dat daar de outfits in staan. Ik weet nu ook niet hoeveel outfits ze nou heeft gedaan. Geen idee. Pak even mijn laptop erbij. Hoi Romane, hier ben jouw eerste Styled by G box. Ik heb items uitgezocht aan de hand van jouw eigen stijl en de stijl die je me hebt doorgegeven. Zoals je weet zoek ik vintage tweedehands items uit. Dit zorgt ervoor dat ik mooie items kan vinden voor een lage prijs. En het winkelen ook nog eens duurzaam is. Ik zeg daarbij wel eerlijk dat ik niet altijd let op merken of de winkels waar de kleding vandaan komt. Maar als ik af en toe een mooi merk zie voor een goede prijs, doe ik dat wel graag bij de stijlboxen. Ik wil je graag uitleggen hoe ik de items bedoeld heb en hoe ik de outfits voor me zie. Outfit 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Ik ben heel benieuwd. Ik ben zo enthousiast. Zijn jullie ook enthousiast? Wauw, ik zie gewoon schoenen die prachtig zijn. Zo ziet de binnenkant van de box eruit. Outfit 1. Je gaf aan dat je wel van een monochromatic look houdt en ook de foto's die je me stuurde. Zowel van jezelf als van de celebrities. Waren gedeeltelijk foto's van monochromatic looks. De eerste look is daarom een complete zwarte look. Oké. We beginnen met een mooi pantalon van de Monkey die je samen kan dragen met een zwarte wrap topje. Hierbij heb ik een tasje van Nine West uitgekozen. Volgens mij heb je al wat van zulke tasjes, maar wanneer is dit ooit genoeg? True. Very true. Oké, ik zie allereerst deze super mooie tas. Oh, look at that. Honey. Oh, dit vind ik zo leuk. Ja, dit vind ik nou echt een mooi. Zo, deze is echt een mooi. Oké, gaan we aan de focus. Ik denk dat dit de broek is. Oh, ik hoop dat ik hem pas. Ik denk het wel. Ik heb eventjes de camera verplaatst, want hè? Nu zag ik het niet goed. Dit is de broek en dit is een pantalon. Oké, ik ben benieuwd. Deze met het zwarte topje. Love, love deze look. De broek zit echt heerlijk. Hij is dus een beetje te groot, dus ik hou hem nu heel eventjes hier vast. Maar hij is echt gorge. Ja, leuk. En dan dus. En dan tasje erbij, toch? Ja. Oh, leuk! Ik heb heel eventjes de broek vastgemaakt. Met een scrunchie. Ik ga die gewoon eventjes laten vermaken. Echt zo simpel eigenlijk. Maar gewoon echt heel erg leuk. En de broek. Ik ben in love met de broek, want hij zit heerlijk. En het topje vind ik ook heel erg cute. En dan met die tas. Dit is echt zo'n look. Dat je zo, zeg maar, amper een soort van moeite hebt gedaan. En gewoon, ik heb simpel dit en dit gepakt. En vet classy eruit ziet. Girl! Ja, man. Oh. Ik laat jullie ook nog even details zien. Dit is dus de eerste outfit. En hier zie je ook de stof van de broek. Echt super soft. De tas is echt gorgeous en ook helemaal mooi aan de binnenkant. En dit is het topje. Heel leuk. Ja, dit heeft ze echt goed gedaan weer. Oh, eigenlijk wil ik heel graag die schoenen hierbij passen. Maar ik denk dat het nog niet voor deze look is. Maar ik wil ze heel graag passen. Deze schoenen. I mean, ze zijn oprecht prachtig. En met het hakje. Oh, eigenlijk, ik wil ze echt passen hierop. Zal ik het even passen? Weet je wat chill is aan zo'n klein hakje? Je kan gewoon lopen. Chill.
Het zijn van die instappers met een minuscuul hakje. Wat toch zeg maar zo heel classy maakt. Nou, de eerste look is echt approved. En het is ook echt gewoon mijn stijl. Het is zeg maar zo casual en zit super comfy. En dan toch put together. Soms kan ik me veel beter verwoorden in het Engels. Ik weet ook niet waarom. En eigenlijk horen die hakken dus er niet onder. Maar ja, ze staan er wel heel mooi onder. Dit is nou echt een toplook voor een eerste date of zo. Applaus. Oké, we gaan door met de volgende. Outfit 2 is wederom een monochromatic lookje. Je wilde graag een mooie vintage blazer. En gaf aan dat je vooral wit, zwart, groen en beige draagt. Ik ben een klein beetje eigenwijs geweest. Oh nee, wat heeft ze gedaan? En heb een blauwe blazer voor je uitgezocht. I'm scared. Dit omdat deze donkere kleur nog steeds vrij neutraal is. Hij is niet fel en neigt iets meer naar zwart. En omdat ik hoop dat je deze kleur nog niet hebt. Oh ja, blauw. Oh, dat weet ik niet of ik dat leuk vind. Ik hoop dat jullie het goed zien op camera. Maar hij is dus inderdaad... Ja, je ziet het. Zo'n kleur heb ik nog niet. Dit zou ik samen dragen met de donkerblauwe slipdress eronder. Ik zag op je Instagram een mooie bruine slipdress en vond dit je heel mooi staan. Dankjewel. Hier dus een manier om deze nieuwe slipdress mooi te combineren met een blazer. Oh ja. Is dit hem? Oh, zo leuk. Oké. Ik denk dat hij best wel kort is, maar hij is ook echt heel mooi. Ik weet dus niet wat voor soort stof dit is. Wacht, staat het erin? Nee. De blauwe slipdress met de blauwe blazer. Daar gaan we. I'm ready. Oké, ik ben heel benieuwd. Yo, yo. Wat een mooie jurk. Ik ben shocked. Hoe cute is dit? Zodat dit zeg maar zo gaat. Zo wavy. Ik heb nog nooit een blauwe jurk aangehad. Nou, dit is dus de jurk. Ik vind hem prachtig. Vooral dat hij dus zo dat wavy effect is aan de onderkant. De achterkant is ook echt heel mooi. Nu ben ik heel benieuwd hoe dit staat met de blauwe blazer. Westbury. Hij is van de CNA. Hij is allemaal helemaal mooi. Waarom heb ik dit niet van tevoren gekeken? Hier kom ik nog later op terug. Oké. De blazer. Staat ook heel mooi. De fit van de blazer is heel nice. Ik weet niet of ik hem zozeer op zo'n slipdress zou stylen. Maar als je bijvoorbeeld sneakers onder doet. Wacht, dat ga ik eventjes doen. Want dit maakt het best wel heel netjes. Ik vind het ook gewoon heel erg knap dat ze items heeft uitgekozen die letterlijk precies op mij zeg maar passen. Ik heb nu dus met sneakers eronder gedaan. Dat maakt de look ook wat minder chic. En ik haal altijd wel van dat sporty boy-ish met dus vrouwelijk. Ik draag nooit dit soort kleuren. Ik heb misschien een spijkerjasje en een blauwe sweater. Maar donkerblauw heb ik echt nooit eerder gedragen. Ja, ik weet niet. Ik vind het altijd wel leuk als het wat, wat oversized is. En deze is gewoon perfect. Ik vraag me dan echt af wat voor tas je hier op moet doen. Want dit is misschien een beetje gek. Die schoenen erbij. Ik denk dat het dus ook heel erg leuk is. Ja, ja. Ik ben zo blij dat ze eigenwijs is geweest. Want ik had vaak als ik donkerblauw zie, dan ga ik het al niet eens passen. Want ik heb gewoon het idee dat het me niet staat. Het is gewoon niet mijn color. Maar ja, zie je? Het is goed. Het is goed om uit je comfortzone te stappen. Zo cute. Zo cute, zo cute, zo cute. Outfit 3. Als laatste complete outfit zou ik het mango jurkje met bloemetjes dragen. Met de zwarte sandaaltjes. Die heb ik al gedragen. Maar niet uit. Leuk. Je vertelde dat je eigenlijk vooral hakken in de vorm van enkellaarsjes droeg. Maar op deze manier kan je deze look dan voortzetten. Als het heel warm is. Hey. Ik zie hier het mango jurkje. Ik heb nog niet zo'n soort jurkje. Ik vind dit echt heel cute. Met van die touwtjes zo. En de achterkant. Ik heb dus echt geen idee of dit mij staat. En dan met de prachtige
schoenen. Ik krijg hem niet aan. Oh, er zit nog een rit. Hallo, Mano, wake up. Het jurkie. Het is niet zoiets wat ik snel zou dragen. Ik word altijd best wel jong geschat. En dit soort jurkjes maakt me altijd nog jonger. Ik vind die hakken ook echt super leuk. Ik denk dat je het nu wel goed ziet. Ik zou dit dan dragen met een soort scrunchie. Want dan zie je ook de touwtjes van het jurkje. It's all about the details, my friends. I like this. Zo leuk. Echt heel leuk. Oké, en dan staat er nog outfit 4 en 5. Daarnaast heb ik nog twee losse items voor je uitgekozen die je zelf kunt stylen met items uit je eigen kledingkast. Je gaf aan dat je wel graag een sweater wilde. Deze crewneck van Calvin Klein, mannenmaat S, zal bij jou oversized zijn. En zou ik bijvoorbeeld dragen in een high-waisted mom jeans en sneakers. I love that. Dit is dan iets meer die casual boyish look die je ook leuk vindt. Oh. Dat zou ik echt niet zo snel dragen met dat wit, zeg maar. Misschien wel, ja. Oeh, misschien wel heel leuk. Dit is de sweater. Het is van die witte mouwen. Dit moet ik echt aanzien. Ik denk dat het wel heel leuk is. En dan heeft ze het nog over een roze wrap top. Oh, dit is dezelfde. Dit is dezelfde als de zwarte. Het roze wrap topje wat ik voor je heb uitgekozen zou bijvoorbeeld leuk zijn met lichte, misschien beige pantalon. Zodat je qua kleur ook een wat lichtere outfit kan samenstellen met de kleding uit je box. Heel leuk. Nou, deze gaan we ook nog even snel passen. Ik ga het exact passen hoe zij het zegt. Dit is de sweater. Ik vind het wel leuk. Oké, en ik heb een lichtblauwe mom jeans. Ik zie het al. Ja, ik zie het alweer. We houden allemaal van een tuk in de jeans. Nou, voor de mensen die mij kennen, ik ben altijd best wel kieskeurig qua kleding, qua date, qua alles. Dat ik iets gewoon in één keer alles van deze box leuk vind. Ik ben gewoon verbaasd. Ik vind het zo leuk. Doen we nog met kettingjes. Oh, weet je wat ook leuk is? Zij zegt met sneakers. Dat is sowieso leuk. Maar is het niet leuk met die hakken? Ja! Very nice. Heel leuk, want weet je, dan heb je zo'n oversized. Eigenlijk valt hij valt op zich wel oversized, maar hij is niet te oversized of zo. En dan heb je dus die mom jeans. En dan nog met die hakken erop. En dat maakt het gewoon heel casual. Waar is mijn tassie? Waar is mijn tassie? Ik bedoel maar. Ja, joh. Op het eerste oog vond ik deze sweater niet super mooi. Vooral omdat het van die witte armen heeft. Maar als ik het zo aanzie, ja, ik vind het echt heel leuk. Weet je. En ik zie trouwens dat deze schoen is in maat 37. Maar ze vallen dus niet uit. Ze zijn wel iets, hier iets te groot. Maar je ziet het bijna niet. Zij is echt een topper. I love it. En dan nog de roze wrap-up top. Ik ga het heel eventjes op deze mom jeans doen. Ik heb niet echt een beige broek. Zo 1, 2, 3 bij de hand. Misschien is het ook wel gewoon met de broek dat het niet top is. Maar als ik het zo aanzie, vind ik het wel heel leuk. Het is weer eens wat anders. Ik heb eigenlijk geen roze. Dus het is weer eens wat anders. En weet jullie wat ik leuk vind aan de items van de box? Je kan ze echt met elke outfit wel aandoen. Die pantalon kan je met elke outfit aandoen. Met een leuke top. Die slipdress kan je ook gewoon zo aandoen. Of met iets anders erop. Die blazer kan je weer op deze broek doen. Dit wrap-up topje vind ik heel erg cute. En de schoenen, daar ben ik echt verliefd op. Het zijn echt allemaal items die je heel makkelijk kan combineren. En ik ben er super blij mee. Ik vind letterlijk alles leuk. Zoals dit is een look. Nou, weet je.
We gaan. Het is jammer dat de broek net niet past. Maar ik ga hem gewoon hier zo laten innemen. En dan, dan moet het gewoon helemaal passen. Mocht je nou ook zo'n stylebox willen en dus gesteld worden. Ik zal al haar gegevens die ik heb hieronder in de beschrijving zetten. En ik zet ze ook nog eventjes hier. Ik vind het echt top dat mensen stylboxen maken van thrifted items. Want het is zo duurzaam. En je vindt echt parels. En ik ben zo blij mee. Het is echt prachtig. En het past perfect bij mijn stijl. Ze heeft het zo goed gedaan. Echt love naar jou. Er staat nog iets in haar mail. Ik hoop dat je blij bent met de items en nieuwe inspiratie hebt opgedaan. Sowieso. Je kunt alles natuurlijk ook mixen en matchen met items uit je eigen kast. Of de items samen op een andere manier stylen. Misschien het bloemenjurkje met de blauwe blazer. That's what I said! Het zou natuurlijk kunnen dat iets niet helemaal mooi is of niet past. Dan hoop ik dat je hier weer iemand anders mee blij kunt maken. Wie weet. In de toekomst maak ik hier iemand anders blij mee. Maar voor nu... Nee? Ik vond het in ieder geval super leuk om jou te stylen. Liefst Gioia. En ik weet niet hoe je haar naam uitspreekt. Of Gioia. Ik haat het altijd als mensen mijn naam verkeerd uitspreken. Dus het spijt me. Maar girl, je hebt het zo goed gedaan. I love it. Volg haar vooral en ik zal alles in de beschrijving zetten. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Dankjewel voor het kijken.